Nu remmen, hop. Blijf wel ver vooruit kijken en rem. Kijken we meteen even naar de zitpositie. En trap je rempedaal even in, dan mag je been licht gebogen zijn. En nou krijgen ze met een mooie boog in je been, zodat je goed krachtig kan remmen. Deze keer gaan we dus met 80 km per uur een keer de berm in. Je ABS, dat zal je helpen om je auto onder controle te houden. Rij hem hier maar de berm in en rem. Juist, kijk, en doordat je nu gewoon zo lekker ontspannen blijft, ja, dan loopt dit gewoon hartstikke goed af. Nu is maar iets naar rechts, gaan we met twee wielen in het gras. En remmen maar. We gaan die noodstop maken in de bocht. Ja. Op mijn teken ga je remmen en dan blijf je dus gewoon goed de bocht doorkijken. 3, 2, 1. Nu remmen. Hop. Hop. Oké. Nog een keer. Snelheid opbouwen. Dan gaan we weer remmen ABS in de bochten. Belangrijk. Bocht doorkijken. Remmen. En vasthouden hierin. Vasthouden hierin. Vasthouden hierin. Vasthouden hierin. Juist, keurig. Top. Als je met de schakelpedals rijdt, gewoon op gehoor schakel je op en trek maar eens op. Rem, terug. Lossen op je remblad. Lossen, 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 lossen. En draai af. En het gas er weer bij. Lekker los op je handen. Trap maar op de rem, niet op het stuur duwen. Juist, netjes. De aanzet, die was prachtig. Echt lekker stevig, dat is mooi. Lekker los en ontspannen op je handen. Oké, daar gaan we. En stuur. Soepel. Juist.